Vester Albeda, een van de, toch wel een van de voorbeelden voor mij. Van hoe kijk je tegen de maatschappij aan, hoe kijk je tegen de samenleving aan. Hij heeft mij geïnspireerd met de manier van doen. Samen staan voor alle groepen in de maatschappij. Eigenlijk vond Fred Diep, Walt Disney, George Lucas, Jezus en Boeddha. Dat zijn mijn inspiratiebronnen. En Einstein. Nou, mijn inspiratie gaat wat verder dan de grenzen van Rotterdam. 8000 kilometer verderop. Mijn inspiratie komt uit Kenia. Daar heb ik een heel aantal jaren gewerkt en een project gedaan. Eén vrouw, zij heeft overigens ook de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen een aantal jaren geleden. Ze heet Wahiri Maathai. Haar zoveel kracht, enthousiasme, energie uitstraalt. Nou, zij is mijn absolute rolmodel. Dus kleurrijk, ver weg, in een fantastisch land. Wat mij heeft geïnspireerd om politiek voor de SP in ieder geval in te gaan. Zulke enorme verschillen zijn. Dat mijn dochter bij mij geboren is en ik ben niet rijk, maar ik heb geld zat en ze heeft alle kansen en ze maakt kennis met cultuur en boeken en noem maar op. En dat er ook kinderen in Rotterdam worden geboren in veel slechtere omstandigheden. En dat is altijd gewoon zware pech. Mensen die gehandicapt zijn, arm of psychisch in de war of de verkeerde verblijfsvergunning hebben, dat die mensen een stem moeten hebben via mij. Ja, klinkt misschien een beetje arrogant, maar zo bedoel ik niet. Maar echt dat iemand dat moet laten horen dat die mensen er zijn en dat je die niet gewoon maar in de kou kan laten zitten. De mensen die niet succesvol zijn, die geen school hebben, die geen toekomstperspectief hebben, mogelijkheden. En toevallig kwam ik zo in een circuit terecht waar ik theater kon maken met risicojongeren. Dat vond ik wel inspirerend. De maatschappij, het leven, ervaringen, dat geeft de inspiratie om wat voor mensen te willen gaan betekenen. Ik heb een kans gekregen om met zo'n club te werken, daar ben ik blij en dankbaar voor. Daar hebben we al heel wat mensen op het spoor kunnen zetten. We hebben ook in de loop der jaren daarvoor een heel netwerk opgezet. Ook van hulpverlening, die hebben we gelukkig tegenwoordig ook in huis. Ik heb heel veel voldoening. Er is niets mooiers dan dat jij op een dag hebt gezorgd voor een vrouw van 80 jaar. En als je naar huis gaat, dat ze je hand pakt en zegt dankjewel. Podium en de mensen die mij vanaf dag 1 eigenlijk hebben geïnspireerd zijn in mijn directe omgeving, zoals Gino Siegem en Clyde Marengo. Dat zijn de jongens met wie ik toen de tijd ben begonnen. Die op een bepaald level zaten waar ik naartoe groeide en die ook een soort wederzijds respect voor mij hebben. Mijn ouders, enorm. En omdat er vanuit de consumenten ook heel veel argwaan bestaat over energiebesparing en wat er allemaal mogelijk is, heb ik besloten een winkel te beginnen om alles te kunnen laten zien. Wat mij geïnspireerd heeft is vooral het feit dat ik regelmatig in contact ben gekomen met deze doelgroep, waardoor ik deze mensen echt heb leren kennen. En daardoor ben ik te weten gekomen dat het goede mensen zijn met een goed hart om dit werk te gaan doen.